Ik ben een technische speler, dus het technische onderdeel zou ik graag zeker nog eens doen, omdat ik weet dat dat echt plezante oefeningen zijn. De trainer gaf ook altijd een papier thuis mee om die oefeningen thuis te herhalen en dat deed ik altijd met heel veel plezier. Het belangrijkste is dat techniek, dat dat niet alleen maar dribbelen is. Het is heel veel controle, de traptechniek, de looptechniek uiteraard. Maar al bij al, ik denk het belangrijkste is, de bal moet zijn vriend zijn eigenlijk. Dat is het belangrijkste. We hebben onze training opgebouwd in twee compartimenten, waarin we dus de eerste trainingsdeel hebben we vooral aandacht geschonken aan de aanname van de bal, dus het balgevoel hebben. Het tweede deel hebben we vooral aandacht geschonken aan de traptechniek. En dan hadden we de speedgun erbij genomen. Zodoende dat we eigenlijk een totaal beeld kregen op het einde van de training wat de technische bagage is van iedere speler. Nieuw bewegingen geleerd, zoals achter het steunbeen aannemen, open draaien, handig voor in de wedstrijd toe te passen. Hoe dat ik de bal moet raken en zo, hoe dat ik moet staan, de snelle aannames. Echt gewoon naar de bal kijken, afstand van bal in je voet. Niet te fel achteruit leunen, niet schuin trappen, recht op de bal trappen. 95,2, 95,99, 105,8. Je kan alleen maar beter worden als je zoveel mogelijk oefent. Ik denk als je altijd bezig bent dat je automatisch beter wordt. En ik denk als je echt goed wil worden dat je dan ook thuis ook moet oefenen.